gemeente Balen doet eigenlijk tweejaarlijks mee met de Week van de Amateurkunsten. Dat is eigenlijk een nationaal gebeuren. En dit jaar was het thema match. En wij wilden als gemeente Balen zoveel mogelijk op dat thema proberen in te springen. En daarom zijn wij eigenlijk op zoek gegaan naar Balense kunstenaars. Die wij eigenlijk een podium wilden aanbieden. Waar dat zij hun kunnen, hetgeen dat ze deden, konden laten zien aan het volk eigenlijk. En zo kwamen wij op het idee van Atelier Privé. Dat is eigenlijk een concept waarbij de kunstenaars uit Balen hun atelier openzetten. En dan waren zij bezig in hun atelier, terwijl de mensen kwamen kijken. Kunstwerken maakten van het recyclage eigenlijk. Deze is echt voor hun een hobby. En zij hebben meer plezier van dat kunnen laten zien. Ja, ja, ja. Als dat ze dat weggeeft, want ze geeft dat niet geen iets aan weg, hè. Dit is ook heel apart zo, hè. Daar is een foto van gemaakt en toen leek het helemaal groen, terwijl die zwart is. Dat is echt heel bizar. Wat? Ja. Dus het ook is zoiets met licht, hè. Licht doet heel veel. Het is allemaal heel uiteenlopend, heel interessant ook. En gedurende twee weekends stelden zij hun atelier dan open. De man met de wereldbal op de schouder. Ja, ja, ja. Ja. Zo steed je nog. Dat was Atlas, hè. Iemand die metaalbewerking deed. En dan inkt je dat in en kunt je dat ook prijs. Want dat is die filt die je dient om de druk gelijk te maken. Dus meestal. Dus als je dat werk dus hier oplegt gewoon, dus sorry. Stel je voor dat dat ingeïnkt is. Ja. Hey, want je kunt het allemaal op dat filmpje zien, dan leg je dat daarop en je legt daar een papier over. En dan je pers en je draait dat dan gewoon door en dan heb je... Dan heb je dat dan komt dat daar gewoon door, ja. Maar ik heb geen salpetersuur niet meer. Want kunstenaars die niet over een echte atelier beschikten, maar die mochten dat dan doen in de pastorij van Olmen. Schilders gehad. Mensen die bezig waren met beeldhouwen, ook iemand die aan houtsnijden deed. Toffe tentoonstelling waar ook heel wat mensen naartoe zijn komen kijken. Ja.